Als je deze gedragingen aan de riem herkent bij je hond, zoek dan dringend hulp. Dit is geen kwestie van een slechte opvoeding, maar een kwestie aan een gebrek aan zelfvertrouwen. Als een hond onzekerheid voelt, dan zal je dat opvullen. Je kunt je voorstellen dat een wandeling met een hond van zo'n 80 kilo op deze manier niet te doen is. Ze hebben verschillende hulp ingeschakeld, maar niets hielp. Ze gaven niet op en besloten toch om voor de lady-methode te gaan. En die zal het verschil laten zien en maken. Wat je hier ziet is een vrouw van zo rond de 50 kilo met een hond van 80 kilo die haar mentale kracht inzet. Want fysiek zou ik het nooit winnen van zo'n grote hond. En dat moet je eigenlijk ook niet willen. Het is als hondencoach zijnde aan mij de taak om de eigenaar bewust te maken van zijn eigen doen en laten. De basis was gelegd en vanuit deze basis ging Sharon wandelen met haar hond Booster. Ik begeleid haar door iedere stap heen en maak haar bewust van wat ze steeds wel of niet doet of hoe ze het beter kan doen. Ik leg veel uit zodat je precies begrijpt wat er nou eigenlijk gebeurt, omdat je het zelf natuurlijk niet ziet. Ik liet Sharon steeds meer los waardoor ze op zichzelf ging terugvallen en echt volledig op zichzelf moest vertrouwen en haar hond het vertrouwen moest geven dat ze het samen kunnen. Erik is ondertussen natuurlijk ook gecoacht en eigenlijk zeggen de beelden meer dan genoeg. Twee hondeneigenaren die zelfbewust zijn geworden en die de verandering zijn geworden die ze wilden terugzien in hun hond. Kom je er niet uit, zoek dan altijd hulp. November 2019 is het zover en ga ik het theater in en zal ik mijn allereerste liveshow gaan geven. Mijn naam is Lene Zelstra en ik coach de eigenaar achter de hand. Dus mocht jij een disbalans hebben met je hond of wil je gewoon veel meer weten over de relatie tussen de mens en hond, dan is deze avond zeker wat voor jou. Los van het feit dat het in deze wordt, is het ook een hele gezellige avond. Dus ik zou zeggen, wees erbij en stel snel je kaarten en zie je 25 november 2019.